Mijn laatste Duitsstalige boek dat ik heb gelezen is Er is Wiederdag van een jonge Duitse auteur. Wat ik zo spannend vond aan het boek en speciaal vond, dat die jonge auteur erin slaagde om de geschiedenis zodanig goed samen te vatten en tegelijkertijd de huidige maatschappelijke problemen in éénzelfde boek te verweven. Het verhaal is heel simpel. Er is een soort resurrectie van de persoon Adolf Hitler in de huidige jaren. Die man ziet het huidige Berlijn, het huidige Duitsland, herenigd, alsof hij juist opstaat na zijn dood in 1945. Het is een zeer humoristisch boek, maar als je het boek verder doorspit, vind je dus een zeer belangrijke sociale boodschap. Ik denk dat sommige lezers het niet duidelijk gaan begrijpen en daar vind ik het leuk om te zeggen dat het boek onlangs is verfilmd en dat de film daarin nog beter gaat als het boek, want het boek is zodanig leuk en humoristisch dat je soms voorbij gaat aan de boodschap. Maar de film is zeer goed geproduceerd en het scenario is iets of wat veranderd en heeft de boodschap mee dat media, vooral media, de kleinste, aardigste en slechtste figuren ter wereld kan groot maken. En we maken dat nu terug mee, zoals in Amerika binnenkort. En ik hoop dat we het niet hetzelfde gaan meemaken als in dit boek. Voilà.